22 augustus 2009 bezochten wij Park Sanssouci te Potsdam in Duitsland. Sanssouci betekent zonder zorgen. Het park en de bijbehorende paleizen zijn grotendeels gebouwd in opdracht van Frederik II ofwel Frederik de Grote, alias der Alte Fritz. Frederik de Grote was koning van Pruisen en leefde van 1712 tot 1786. Hij wordt beschouwd als een van de grondleggers van Duitsland. Sanssouci wordt geflankeerd door twee identieke kleinere paleizen. In dit paleis bracht er Alte Fritz zijn schilderijen onder. Als zodanig is dit het oudste museum van Duitsland. De beelden voor de façade verwijzen naar de kunsten en als zodanig naar het nut van dit gebouw. Frederik de Grote werd tijdens zijn jeugd door zijn vader Friedrich Wilhelm zowel geestelijk als fysiek mishandeld. Deze vader had de vreemde hobby van soldaten te houden. Hij had een speciaal regiment soldaten die allen boven de 1,88 waren. Hij stuurde zijn ronselaars zelfs naar de omliggende landen. Friedrich Wilhelm hield zo van zijn soldaten dat hij ze nooit de oorlog instuurde. Zoon lief, Frederik de Grote, was meer geïnteresseerd in filosofie en muziek. Net als zijn vader had hij een voorliefde voor mannen. Met zijn vriend von Katte ontvluchtte hij het hof van zijn vader. De vluchters werden echter achterhaald en zijn vriend werd voor zijn ogen onthoofd. Uiteindelijk liet hij zich tot een huwelijk dwingen, maar leefde nooit met zijn vrouw samen en het huwelijk bleef kinderloos. Vanaf Sanssouci lopen naar het zuiden een zestal terrassen. In de bakstenen muren die deze terrassen schragen zijn glazen nissen waarin vijgen worden gekweekt. De zomerresidentie Sanssouci van Frederik de Grote was bedoeld als Maison de Plaisance, ofwel lustpaleis. Het is klein en volledig op de persoonlijke behoeften van de vorst toegesneden. Het tuinaanzicht is in luchtig rococo uitgevoerd. De gevel wordt bevolkt door rijk uitgevoerde beelden van Bacchanten, de kompanen van de wijngod Bacchus. Frederik de Grote voerde heel wat oorlog. Meer dan 500.000 soldaten werd hieraan opgeofferd. Daarnaast was hij een goed diplomaat. Hij hield van filosofie en muziek. Hij was een goed fluitspeler en verdienstelijk componist. In Sanssouci werden allerlei wetenschappers uitgenodigd waarmee de verlichte despoot discussieerde. Onder hen waren Goethe en Voltaire. Sanssouci wordt geflankeerd door twee prachtige filigrijn koperen priëlen. Hierin staat een groen uitgeslagen koperen beeld van een biddende blote knaap. Alleen diens piemeltje blinkt. Vergeleken met de stralende rococo-gevel aan de achterkant straalt de voorkant van Sanssouci een ingetogen klassicistische stijl uit, eigen aan de verlichting. Dit derde paleis diende aanvankelijk als orangerie en werd later omgebouwd tot het gastenverblijf van Sanssouci.